Hallo, welkom op deze aflevering van BTV. De imkerij in Vlaanderen wordt ondersteund door verschillende organisaties. Niet alleen het Vlaams Bijeninstituut en andere koppels, maar er zijn instituten, universiteiten en andere organisaties die zich inzetten voor de imkerij. Soms onbekend. Neem nu het Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek. Dit is een wetenschappelijk instituut en die is afhankelijk of die hangt vast aan Vlaanderen. Nu, wat doet ILVO, dat is de korte naam, wat doet het Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek voor de imkerij? In de volgende reportage wordt dit belicht. Goeiedag, u welkom op het ILVO, het Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek. Wij zijn een verzelfstandigd agentschap van het ministerie van Landbouw. En u bent momenteel in de Food Pilot, een onderdeel van de eenheid Technologie en Voeding. Op ILVO werken een 650 werknemers. Wij houden ons voornamelijk bezig met wetenschappelijk onderzoek, maar ook met dienstverlening voor heel de landbouwsector. Wij hebben eigenlijk vier eenheden. Een eenheid Technologie en Voeding, waar u momenteel zich bevindt. Een eenheid Dier, een eenheid plant en een eenheid landbouw en maatschappij. Wij verrichten dus vooral toegepast onderzoek, vaak in overleg met universiteiten of andere onderzoeksinstellingen, met het doel eigenlijk een promotie van duurzame landbouw. In zaken onderzoek voor de imkerij, dat is velerlei. Voor eerst hebben wij hier een laboratorium gespecialiseerd in de screening van antibiotica. We hebben begin de jaren 2000 een crisis gehad, voornamelijk door frequente aanwezigheid van antibiotica in de honing. Dit labo verricht dus een service door het verrichten van analyses, zowel voor de sector, voor de Vlaamse imker, als ook voor de overheid, zoals het voedselagentschap, of voor derden, zoals Test en Koop en andere organisaties. Daarnaast ondersteunen we eigenlijk ook de overheid. We worden vaak gevraagd bij dossiers rond nieuwe wetgeving, bijvoorbeeld de wetgeving rond besmettelijke bijenziekten. Was ik zelf lid van de werkgroep binnen het wetenschappelijk comité van het voedselagentschap rond de dossiers rond pesticiden in bijenwas en verwalsing van bijenwas. Verrichten wij ook contractonderzoek. Zo werd hier onderzoek verricht naar het vervalsen van bijenwas en de impact op de gezondheid van de bijen en de overleving van bijenlarven door toevoeging van stearine en palmitinezuur aan bijenwas. Ja, begin de jaren 2000 waren eigenlijk collega's vanuit Zwitserland die streptomycine aantroffen in honing, voornamelijk dus in importhoning. We zijn hier dan ook direct onderzoek opgestart naar aanwezigheid van antibiotica-residuen, zowel in Vlaamse honing als in commerciële honing die men kan aankopen in de supermarkt of op markten. En we stelden eigenlijk vast dat vooral bij importhoning men een hele hoge frequentie had van aanwezigheid van antibiotica-residuen. We hebben zelfs een survey gehad waarbij 86% van de aangekochte honingstalen dus minimum één residu aan antibiotica bevatte. De crisis kwam voornamelijk door import van Chinese honing, waarin heel frequent zowel streptomycine als het verboden antibioticum chloramphenicol werd aangetroffen. Dit omwille dat meer dan 5 miljoen kolonies in China met antibiotica waren behandeld, omwille van een uitbreek van Amerikaans vuilbroed. Gezien we een tekort hebben aan honing in Europa, dat we dus meer moeten, we moeten honing binnen Europa importeren, had dit eigenlijk aanleiding tot het frequent terugvinden van residuen van antibiotica in honing. De frequentie in Vlaamse honing was gelukkig veel lager, doch we vonden wel een problematiek
rond het gebruik van sulfonamiden door sommige praktijkimkers die sulfonamiden bijmengden bij het wintervoedsel ter voorkoming van nozema. We hebben dan ook actie ondernomen en die praktijk is ook grotendeels gestopt. Het is nog zelden dat we nu nog een lokaal geproduceerde honing aantreffen met residuen van antibiotica. Het onderzoek rond bijenteelt is voornamelijk hier geconcentreerd en ik ben daar zelf een beetje de aanleiding of oorzaak van. Ik ben zelf zoon van een imker. Mijn vader heeft meer dan 75 jaar lang bijen gehad. En ik heb hem daar altijd in ondersteund en altijd enorm veel interesse gehad in bijenteelt. In 1998, want dit was oorspronkelijk hier een rijkszuivelstation. We deden een enkel onderzoek naar zuivel en zuivelproducten. Werd dit uitgebreid naar een departement kwaliteit van dierlijke producten.
en heb ik onmiddellijk eigenlijk onderzoek naar kwaliteit van honing opgestart. En dit onderzoek wordt nog eigenlijk dagelijks verder gezet, sedert 1998, tegelijkertijd eigenlijk met de opstart binnen het labo. Sedert die periode verrichten we jaarlijks de kwaliteitscontrole van stalen van lokaal geproduceerde honing. Dus de Vlaamse imker wordt via een Vlaams honingproject gefinancierd, krijgt dat bij betoelaging vanuit Europa. En daarbij is voorzien dat de Vlaamse imker zijn honing hier op presentatie, op organoleptische eigenschappen, op kwaliteit kan laten onderzoeken. En at random worden ook stalen onderzocht op aanwezigheid van antibiotica. En meer recent hebben we daar ook aan toegevoegd eigenlijk vervalsing op vervalsing van honing. Dus dit is onderzoek die dus in 1998 werd opgestart en dat nog altijd verder doorgang kent. Nu, voor praktijkproeven. Ik ben zelf imker en ik woon evenwel in Gent, in de stad. Doch ik heb na het overlijden van mijn vader dus hier een klein stukje, een terrein verkregen waar ik een bijenhal heb mogen oprichten. En mijn eigen bijenstand is hier dus achteraan op het terrein van het instituut gelegen. Wat voor mij dus wel heel gunstig is, omdat het eigenlijk heel gemakkelijk is om over de middag of 's avonds eigenlijk nog eens de bijen te controleren of een kastcontrole uit te voeren. Vervalsing van honing is een probleem die recent meer in de picture gekomen is, waar recent meer aandacht wordt aan besteed, omdat er twee nieuwe chemische analysemethoden in het buitenland ontwikkeld werden die toelaten om een breder gamma aan toegevoegde suikers te detecteren en dit reeds vanaf lage concentraties. En dit houdt ook voor de Vlaamse imker een problematiek in die zin imkers die te veel wintervoedsel, siroop laten in de kast zitten in het voorjaar, riskeren dat de bijen een deel van dit wintervoedsel vertransporteren naar de honingzolder toe. En deze suikers kunnen nu ook bij verlaagde concentratie in de honing gedetecteerd worden. Daarnaast hebben we de problematiek dat in het buitenland toch wel frequent eigenlijk bijen bijgevoederd worden met bepaalde suikersiropen. Die kunnen afkomstig zijn eigenlijk van zetmeel van maïs of van granen of van rijst. En dat men eigenlijk op die manier eigenlijk probeert extra geld te maken om dus eigenlijk een verhoogde honingproductie te hebben. Recentelijk werd ook aangetoond dat opnieuw in China dat daar een praktijk soms wordt toegepast waarbij men de honing niet laat rijpen in de raad, waarbij men dus eigenlijk de onverzegelde honing gaat gaan oogsten en die dan verder industrieel gaat gaan indikken, wat toelaat dat een grotere populatie van het bijenvolk eigenlijk in staat is om als fourageerbij, als verzamelbij te gaan acteren. Dus eigenlijk het proces van indikken van honing, waar de bijen zelf een actieve rol in spelen, wordt op die manier dus eigenlijk uitgeschakeld, zodanig dat een deel van de huisbijen eigenlijk vervroegd verzamelbij wordt, wat verhoogde opbrengsten oplevert. Dit is evenwel in strijd en in tegenstelling tot de definitie van honing, waarin heel duidelijk gesteld wordt dat het rijpen en het indikken van de honing in de kast en door invloed van de bijen moet gebeuren. En dus deze industriële praktijk wordt dus eigenlijk ook als een honingvervalsing beschouwd.
drietal jaar terug was er de problematiek in de zomer dat men broeduitval kreeg bij bijen. Dus eigenlijk bijenlarven die zich niet verder ontwikkelden. Die problematiek bleek te kunnen teruggetraced worden naar dus bepaalde loten van waswafels. En dit werd ook verder hier op het Tilvo onderzocht op vraag van het FOD Volksgezondheid. En daarbij hebben we dus aan pure bijenwas verschillende concentraties van stearine en palmitinezuur toegevoegd. Hebben we dan praktijkproeven gedaan met bijen en de overleving, om de overleving van larven na te gaan. De bij kon worden vastgesteld dat een 7,5% toevoeging van stearine eigenlijk al in vele gevallen een verhoogde mortaliteit van jonge bijenlarven opleverde. Dus eigenlijk die problematiek van sterfte was gekend, maar eigenlijk de oorzaak was niet gekend. In het begin dachten we ook aan aanwezigheid van pesticiden en dergelijke meer. Maar deze praktijkproeven, deze veldproeven hier op het Tilvo uitgevoerd, toonden aan dat het kan teruggetraced worden en aangetoond worden dat de verhoogde aanwezigheid van stearine en palmitinezuur de oorzaak was van vroegtijdig afsterven. In dit onderzoek naar sterfte zijn waswafels betrokken geweest afkomstig van loten die gekend waren die sterfte van bijenbroed veroorzaakten. En daarnaast werd eigenlijk gebruik gemaakt voornamelijk van pure bijenwas waar artificieel verschillende concentraties aan palmitine en stearinezuur werden aan toegevoegd. Werden daarmee waswafels gegoten en die werden dan in de veldproeven aan bijen verstrekt om zo eigenlijk de sterfte na te gaan en ook na te gaan vanaf welke concentratie van stearinezuur of palmitinezuur de nefaste en negatieve effecten optraden. Daaropvolgend werd er actie ondernomen door het voedselagentschap en momenteel zijn er nu actielimieten zowel voor pesticiden als voor toevoegingen aan bijenwas, voor als deze was als bestemming eigenlijk het produceren van waswafels betreft. Dan meer recent hebben we de problematiek gekend rond een suikersiroop, ambrosiussiroop, die aanleiding gaf zowel in België als in Nederland met sterfte van kolonies. En dit is ook hier verder onderzocht geweest. Er is nadien ook een onderzoeksproject daaromtrent geweest, waarbij onder andere kon aangetoond worden dat een verhoogde concentratie aan hydroxymethylfurfural, het HMF, eigenlijk een mogelijkse oorzaak was van afsterven van bijen door consumptie van wintersiroop met een verhoogde concentratie aan HMF. Ja, de toxiciteit van neonicotinoïden voor bijen is gekend. Een problematiek eigenlijk die al jaren de bijenwereld beroert. Er is een ban op het gebruik van dergelijke pesticiden in de landbouw in meerdere Europese landen. In België is er een uitzondering voor gebruik in de bietenteelt. En dit zou aanleiding kunnen geven tot aanwezigheid van neonicotinoïden in suikers afkomstig van bieten. Dat is alvast hetgeen wat men in literatuur kan lezen. De vraag hierbij is evenwel in welke concentratie en zijn deze concentraties ook nog giftig voor bijen. Nu in elk geval voor degen of suikers die bedoeld zijn voor gebruik in de bijenteelt, meen ik te mogen veronderstellen dat de suikerraffinaderijen en de suikerfabrieken eigenlijk vooraf analyse doen en daarvoor suikers selecteren die vrij zijn van residuen van deze neonicotinoïden. Dus
Dus bijendeel komt ook nog binnen andere eenheden van het ILVO in de picture. Zo wordt bijvoorbeeld bij het rassenonderzoek van klavers gaat men gebruik maken van bijenkolonies ter betere bestuiving en zaadvorming. Dat zijn dus ook aspecten waarbij dus eigenlijk de honingbij om de hoek komt kijken. Ik heb tal van missies naar het buitenland verricht in het kader van bijenteelt en honing. Een aantal van deze missies waren in opdracht van ECHANGE, dus ontwikkelingshulp. Een aantal van de missies waren in opdracht van de Europese Commissie. Ik ben al meer dan 15 jaar expert rond honing voor de Europese Commissie. En ik ben al in totaal 11 keer naar het noordelijk deel van Cyprus geweest voor een officiële monstername van honing. Dit is het Turks sprekend deel van Cyprus. En gezien dit ook deel uitmaakt van de Europese Unie, dient daar dus ook een monstername voor officiële controle te gebeuren. Zo, bij deze zijn we op het einde gekomen van deze aflevering van BTV. En bent u beter op de hoogte wat ILVO voor de imkerij betekent. Zoals steeds, suggesties, als u verder informatie wenst, één adres, info@vbi.vlaanderen. We horen het wel als u daar iets over te zeggen hebt. Tot ziens.